Zo, eventjes naar aanleiding van vlog 6, waarin ik voorspeld heb dat mijn motivatie succes zou hebben, heb ik nog een extra vlog gemaakt, namelijk vlog nummer 7, om jullie eventjes te laten zien hoe de motivatie ervoor zorgt, uiteraard na een geweldige fysieke training van John, hoe de wedstrijd verlopen is. Van Rijnsburgse Boys. Ruim 2500 toeschouwers zijn er op deze wedstrijd. Op Tillema, en Tillema legt de bal bij de eerste paal. En dan is het Danny van der Vijver, die Rijnsburgse Boys. Goeie steekbal op Tillema. En van der Vijver. Ja. Brouwer! Ja, daar is hij, de gelijkmaker. Simon Brouwer. Geblesseerd geweest. Vandaag mag hij vanwege de schorsing. Daar Simon Brouwer vertrekken. Legt de bal op de borst. En dan in één keer op de slof. En is het wederom Simon Brouwer. Die de voorsprong voor GVVV op het scorebord zet. Van Goedel, Dennis van Medeburg. Die wellicht zijn laatste wedstrijd in zijn carrière speelt. John. Ik wil je even via deze plaats even hartelijk danken. Dank A voor het vertrouwen van afgelopen vrijdag dat ik GVVV mocht trainen. Nadat jullie ze fysiek getraind hebben, dat ik ze mentaal even mocht begeleiden. Maar B, wil ik je ook even danken als B dat je namelijk de media in bent gegaan. Want jij weet als geen ander dat alle voetbalclubs die ik getraind heb, nationaal en internationaal, dat dat nooit naar buiten mocht komen en dat al de trainers dat verzwegen hebben. Enkel alleen maar omdat zij natuurlijk niet wilden dat de credit naar mij toe ging in plaats van naar hen ging. En jij weet als geen ander dat de techniek die ik jullie gegeven heb, heb ik ook aan Max Verstappen gegeven, aan Wiebe, aan Trump, aan Rutte, aan Raymond van Barneveld en Ronaldo en ja, noem ze allemaal maar op. Want het is altijd focus houden. En als je even tegen zit, dan gewoon toch weer even tegen jezelf te zeggen, wat is mijn doel van vandaag? Ik wil winnen, ik ga ervoor. Dus dan is het fake it till you make it. En als je fake it till you make it doet, dan komt die adrenaline komt weer in je lijf. En dan ben je gewoon verplicht om toch weer datgene te doen wat noodzakelijk is. En dat hebben jullie gedaan. En nogmaals, GVV, gefeliciteerd. En Rijnsburger Boys, helaas, jullie gaan niet door.